Het is de zomervakantie van 2021. En dat betekent dat ik deze video lekker kort ga houden. Ik ga je 9 videografie tips geven die lekker praktisch en toepasbaar zijn in, nou, laten we zeggen, 3,5 minuut. Ik hoop dat jouw spanningsboog er nog aan kan en daarna kan je gewoon lekker vakantie gaan vieren. Dus laten we erin duiken. De allereerste tip die ik voor je heb is de lensdop tape. Als je een heel klein stukje gaffer tape aan de binnenkant van je lensdop plakt, dan blijft daar al het vuil aan plakken wat eventueel in je lens blijft zitten en dan blijft je lens mooi schoon. Tip nummer 2 gaat over het SD-kaart omdraaien op het moment dat die dus vol zit na een shoot. Als je hem omdraait, dan weet je precies welke SD-kaart dus gebruikt is en welke je dus moet gaan backuppen. Ja, en over backups gesproken, maak gebruik van de 3-2-1 backup techniek. Dat zijn 3 kopieën op 2 verschillende locaties van minimaal eentje in de online cloud. Gebruik dus zowel harde schijven als bijvoorbeeld een NAS of online diensten. Tip nummer 4 gaat over lenswipes. Deze kun je heel goedkoop bij de Kruidvat aanschaffen en dan kun je heel eenvoudig je lenzen mee schoonmaken of eventueel je eigen bril als je brildrager bent. Tip nummer 5 gaat over het aanmaken van een juiste mappenstructuur, zodat je eigenlijk in alle tijden precies weet waar je data staat en dat je op een goede manier je eigen materiaal kan terugvinden op het moment dat je met het bezig bent. Gebruik royalty-free music van bijvoorbeeld Artlist of Soundstripe. Dit is muziek, daar betaal je een x-bedrag voor en daar kun je onbeperkt gebruiken voor al jouw videoproducties. Daarnaast laat ik je hier zien hoe je eigenlijk muziek op een correcte wijze kunt inkorten, zonder dat je dus een harde las hoort of dat je moet gaan faden met de crossfades. Wist je dat je je camera en je objectieven kunt updaten door middel van een software update? Ik heb hier eerder 2 video's over gemaakt en die zal ik hierboven linken. Dus als je daar nieuwsgierig naar bent of je hebt het nog nooit gedaan, klik even op de link hierboven. Wil je in de felle zon toch je diafragma helemaal opengooien waardoor je een mooie scherpte diepte houdt, koop dan zo snel mogelijk een ND-filter. Dit zorgt ervoor dat je dus totale controle over je diafragma hebt in helder licht. Nou, dan de allerlaatste tip. Tip nummer 9 gaat over het maken van proxies. Als jouw computer te traag is voor het materiaal wat jij probeert te werken via een montageprogramma, dan raad ik je ten zeerste aan om proxies aan te maken via Premiere Pro. Dit zal ervoor zorgen dat jij en je computer het heel wat makkelijker gaan krijgen. Hoppa. Zo, dat waren 9 videografie tips die hopelijk voor jou, ja, toepasbaar zijn, lekker praktisch gehouden. Deze video is mede mogelijk gemaakt door de Romedia Academy. Je kan gratis lid worden op de online community van de Romedia Academy. Als je gaat naar www.romediaacademy.nl. Dan wil ik je voor nu in ieder geval hartelijk danken voor het kijken. Gooi eventjes een hele dikke like duim omhoog als je het een toffe video vond. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ik zie je heel graag bij de volgende video en natuurlijk hele fijne vakantie. You wanna dance?